en een groot glas bier. Ja, met Kikkers, ja, ik ben er bij de Hier is het Tegenwolder. En ja, ik wou even, ik zag geen keeper stond, denk ik, speel even eentje. Ik ga hem even door verrassen. Ik werd gebeld door Tadi van het Rommeldoekje. Johan Mulkens, hij zou Kumster de Nassie doen. Ja, denk, ja, weet je wat, we gaan even naar de Hierenzitting en we gaan even het Nassie-leedje doen. Dus, wat is zoiets? Misschien wat is zoiets, hij bij de Hierenzitting en Wolder. Geef me Nassie, kom. Hallo, mijn kijkers. Ja, ik ben bij de Hierenzitting en Wolder. En ja, er is dus een optreden geweest van Robert Pater. Kom voor Groenheid tegen Groenheid en Wolder. Ja, Robert, je hebt vandaag een programmaatje in Maastricht. Ja, dat is een bij de herenzitting hier in Maastricht. En dadelijk ga je naar de... We gaan zo meteen naar de dameszitting. Dus gaan we die vrouwen even gek maken. Maar wat vind jij leuker, de heren of de dameszitting? Ik denk de vrouwen. Toch wel? Ja. Ja. Maar die mannen hier zijn hartstikke gek. Ja, die zijn ook leuk. Ja. Ja. De dames gaan altijd helemaal los, hè? Ja, dat klopt. Helemaal los. Helemaal los, ja. Wat vind je van ons mooie Maastrichtje? Geweldig, hè? Kom je er graag? Ik kom er graag. Mooie natuur, mooi Valkenburg ook. Ja, mooie vrouw, ja. Ook nog. Ja, zeker. Ja, wil je iets tegen onze kijkers zeggen, want je hebt heel veel fans bij ons. Ja, mensen, ga me volgen op Facebook, Instagram en Spotify. Robert Pater, hou me in de gaten. Leven zit rond, ja, rond. De Hierenzitting Wolder. Ja, het is nu de 23e keer. Het is eigenlijk een samenwerking tussen Blauwe, Groene en Leonidas. En alle opbrengst gaat naar die vereniging toe. En vandaag zijn we om 11 uur begonnen.
Die heb ze even gezongen nog. Ja. En nu is het afsleet erbij, dus rond half vier, vier was even gedaan. Dan is de zaal weer leeg. En dan blijven ze nog even gaan hangen, maar vier voor half zes is de zaal weer leeg. Ja, ja, zeg ik al, diverse organisaties zitten er ja, tussen. Eigenlijk alles gaat naar een goed doel altijd eigenlijk. Ja, alles gaat terug naar de verenigingen zelf. Dus ze krijgen van eigen clubkastenspek en ze liever ook alle vrijwilligers. En het bestuur besteedt eigenlijk ook allemaal uit lui van betreffende verenigingen. Ja, ik had een leuk programma ook, hè? Ja, heel leuk geweest. Ja. Echt een goed programma. We begonnen met een act uit Kullen, de Dolce Company, wat echt fantastisch. Toen al Frans Teunis, helemaal los. Robert Pater zag ik. Robert Pater, waar hij. Jontana. Jontana, de Cup met de Fischerframe. Nu Jontana, Justique heeft even gezongen en nu zien die Partykreiner. Dus voor hebben we niet te klaar gehad over het programma. Super. Ja, wil ze nog tegen onze kijkers zeggen? Nou, leuk dat jij geweest bent. Leuk dat Jeffrey even gezongen heeft. En veel succes met het programma. Oh, ik weet wat los is in mijn streek.